Eigenlijk is dit veel te vroeg om te vloggen. Ik zie een raar lampje. Ik zie weer een raar lampje. Ik zie rare lampjes. Maar ik doe het toch. Waarom? Omdat ik jullie even ga melden nu. Dat ik nu vanochtend om een uurtje 5 naar Zwitserland ga. Ik ben uitgenodigd door Logitech. Om hun nieuwe G-serie te gaan checken. Nou, lijkt mij wel tof. Ik bedoel, gratis snoepreisje in Zwitserland. Wie wil dat nou niet? Ik ga samen met Vincent, de Dutch Terms. Zijn kanaal staat in de beschrijving, mocht je willen weten wie die knappe jongen is. Hij gaat voor mij filmen en we gaan gewoon lekker een reisvlogje doen. À la Ubisoft, à la... Je kent het wel. Betekent even dus dat ik eigenlijk 3 dagen vrij heb. Oh, trouwens, die kat ligt weer op. Die is fucking chill. Kijk. Maar je kat. Nee, niet in de video. Nee, dat is geen zin. Oké, we zijn helemaal klaar voor reizen. Ik ga er ook niet bij liggen. Wow. Ja, dat betekent dus dat ik de komende dagen geen Kingdom kan uploaden. En als ik niet thuis ben, kan ik ook niks regelen. Kan ik ook niks opnemen. Kan ik niks editen. Ik zie het ook meer een beetje als korte vakantie. En dat is vanaf woensdag tot en met donderdag ben ik weg. Vrijdag ben ik dus gewoon weer de hele dag thuis. Dus verwacht deze week nog wel 2 Kingdoms. Het zal eentje minder worden en het zal dus niet meer maandag, dinsdag, donderdag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zijn. Maar het zal maandag zijn en dan bijvoorbeeld vrijdag, zondag. Of zaterdag, zondag, zoiets. Ze komen wel, alleen gewoon even wat minder. Hou er ook überhaupt rekening mee dat ik bijna 10 dagen in de E3 zit. In de E3. Op de E3 in Los Angeles. Dan ga ik ook samen met iemand heen, namelijk Paul. Het lichtje wordt wat minder. Dat is kut. Zo, een stukje beter. En ook dan zullen er gewoon minder video's zijn dan normaal. Het is niet anders, jongens. Spijt me. Maar gun mij ook af en toe even gewoon die paar dagen vrij. Het is voor mij gewoon vakantie. Lekker vliegen. Lekker naar een hotelletje pakken, weet je wel. En heerlijk gewoon. In de tussentijd kun je natuurlijk wel kijken naar Dagelijkse D, EGK, The Dutch Terms, Gaming met GV, Thomas Games, Banjo Town, Spooky 1611 en alle andere 100 kanalen die gewoon fucking tof zijn. Ik wil je heel erg bedanken, want dankzij jullie, ik heb natuurlijk dit mijn dagelijkse baan gemaakt. Ik heb mijn daily job opgezegd om dit te kunnen gaan doen. En dankzij jullie kan ik nou dit soort dingen wel doen. Ik merk trouwens dat het licht echt elke seconde minder wordt, maar maakt niet uit. Ik wil je daar heel erg voor bedanken, want ik vind het heel erg leuk om nieuwe technologieën te zien in de gaming-industrie, zoals Logitech, naar game-releases te gaan, zoals bij Ubisoft. En ik had er de tijd echt niet voor. Ik had anders niet kunnen zeggen, yo, werk. Ik ga even een weekje weg. En nu wel. Nu zeg ik, yo, David. En dan zeg ik, ja. Jij gaat 3 dagen weg. Dan zeg ik, kan dat wel? Moeten we niet even overleggen? Nee, dat hoeft niet. En dat is natuurlijk super vet. Ik ga nog een keer die kat filmen, want ze is echt... Je bent echt zo chagrijnig, schat. Ben je bang? Ben je bang voor camera's? Ze is echt fucking bang voor camera's opeens. Zomaar opeens. Anders is het in één keer de ster. Ik vond deze video gewoon even op zijn plaats. Dat jullie even weten, what's up? Zonder dat ik gelijk 100 keren moet beantwoorden via Twitter vanuit het vliegtuig. Waar is de Kingdom 112? Nou, die komt deze week nog wel. Maar je moet even geduld hebben. In de tussentijd zou ik het heel tof vinden. En dus geen standaard verkooppraatje of zo. Als jullie alle andere video's wel checken die wij uploaden. Want ook die zijn vet. Je moet zo zien. Een video op DLG, die vind ik tof. Anders zou ik hem ook niet laten uploaden door Ronald, Kees, Gijs, Lars. Ik kan een hele groep alweer opnoemen, maar je weet allemaal precies wie het zijn. Dus, weet je, hoe kan ik dit brengen? Ik ben heel benieuwd, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel benieuwd wat jullie willen dat ik voor video's achterlaat als ik straks 10 dagen weg ben. Je hoeft geen Kingdom te zeggen, want dan gaat het niet worden. Dat is veel te veel werk om dat eventjes te doen en dan 3 of 4 of 5 afleveringen achter te laten. Maar wat zouden jullie willen dat ik nog upload? Waarschijnlijk gaat RV dat anders gewoon uploaden in de tijd dat ik weg ben. Ik ben wel heel erg benieuwd. In de tussentijd, check even alle video's op DDG die gewoon geüpload worden. Het is maar voor 2 dagjes, jongens. 2 dagjes, geen David. Dat kun je toch wel? Ik denk het wel. Ik zie jullie schattige Davidjes later. Abonneer op dus David Games voor meer. En sowieso als je benieuwd bent hoe het in Zwitserland was. Want wij gaan daar zeker vloggen. En dat was hem. Hier is een kat, alsjeblieft.